11e Bart's boekenvlog. Mijn persoonlijke boeken- en leestips hier vanuit mijn eigen intieme studeerkamer. Heel goed. Ja, dit is de 11e vlog en zoals ik in de vorige vlog had aangekondigd, het is de laatste van deze Bart's boekenvlog reeks. Ik ga binnenkort hier verbouwen, eigenlijk heel snel hier verbouwen en daar heb ik mijn handen aan vol. En een zomerstop is ook eigenlijk best wel even lekker. En ik ben dan ook heel erg blij dat ik in deze allerlaatste Bart's boekenvlog twee boeken ga bespreken. Twee romans van twee vrouwen die persoonlijk erg dierbaar zijn. En die toevallig beide ongeveer hetzelfde heten. Eva Maria Staal met De Vondeling en Eva Maria Wagner met Het Tristan Akkoord. Beide boeken gaan toevallig over hetzelfde thema. Het is een persoonlijk verhaal, een heel persoonlijk verhaal over familiebanden en met name de zoektocht naar mijn vader. Wie was mijn vader nou precies? En in beide boeken is er sprake dus van een vader zoeken en geheel toevallig hebben beide vaders iets traumatisch meegemaakt gedurende of tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een gebeurtenis met verstrekkende gevolgen die hun leven voorgoed heeft bepaald, maar ook echt met heel veel gevolgen voor de generatie daarna. En ik begin met Eva Maria Staal met De Vondeling. Het is van beide boeken het meest autobiografische. En Eva Maria Staal debuteerde, trouwens het is een pseudoniem, haar echte naam doet er verder niet toe. Zij debuteerde in 2007 met Probeer het Mortuarium. Een autobiografisch verhaal over haar verleden als internationaal wapenhandelaar. Want dat was ze. Niks illegaals vanzelfsprekend, maar toch. Een excentriek beroep. Het was een internationale bestseller, druk op herdruk, volgens mij 7 drukken, kreeg de prestigieuze Lucy B. prijs en er werd zelfs verkocht aan Hollywood, aan Clint Eastwood. En er komt misschien nog eens een film over het boek. Dat was 13 jaar geleden en het bleef lange tijd stil. Zij schreef geen roman meer, zij werd onzeker, totdat de Big Chief van uitgeverij Prometheus, Mai Spijkers, haar uitnodigde voor een kopje koffie. En Mai zei, Eva, ik ben een groot fan van jou, je moet een nieuw boek gaan schrijven. Waarop zij, naar eigen zeggen, een astronomisch hoog bedrag had genoemd, een gigantisch bedrag. Waarop Mai zei, doen we, gaan we doen. En toen ging ze schrijven. En dat werd uiteindelijk De Vondeling. En in De Vondeling volgen we de levens van 3 leden uit 1 familie. Agnes, haar vader Joop en de geadopteerde dochter van Agnes, Lima. En het verhaal begint met een hele aangrijpende scène. De eens zo stoere en temperamentvolle Joop, de stoere trotse vader, die ligt op sterven. En hij is omringd door zijn naaste familieleden en met de grootste moeite neemt hij nog afscheid van zijn zoon Bart, van zijn lieve vrouw Jana. Maar als Agnes afscheid wil nemen, dan blijft het stil. Hij zegt niks meer. Hij kijkt glazig naar het plafond. En voor Agnes is er een heel aangrijpend moment, want nu begint ze echt te twijfelen. Heeft mijn vader wel van mij gehouden? Want er is namelijk in de vroege jeugd van Agnes is iets gebeurd tussen die twee, is iets voorgevallen, waardoor de relatie voorgoed drastisch bekoelde. Was ze eerst nog mijn kleine prinsesje, later was die relatie totaal verstoord met als gevolg dat Agnes letterlijk in de puberteit letterlijk maandenlang op straat heeft geleefd. En om nou precies te achterhalen wat er gebeurd is, gaat zij op onderzoek uit. Ze begint over haar vader te schrijven in de hoop te ontdekken wat er nou precies aan de hand is en wie hij eigenlijk is. En Agnes krijgt uiteindelijk ook de oorlogsdagboeken van haar vader in handen. En ze leest dat Joop, de Rotterdammer Joop, is opgepakt door de Duitsers en iets gruwelijks heeft moeten doen. Hij stond voor een duivels dilemma wat heel veel weg had van de film Sophie's Choice van Meryl Streep. En een gebeurtenis die hem heeft getraumatiseerd met een posttraumatisch stresssyndroom. Dat leest ze allemaal en ze komt er uiteindelijk achter wat er exact gebeurd is, waardoor die verhouding is verstoord. Dat is de ene verhaallijn. En in de andere verhaallijn, daar speelt Lima de hoofdrol. Lima, wat ik net zei, de geadopteerde dochter. En we lezen in het begin van het boek over, het is geestig en zo schrijnend tegelijkertijd, dat hele adoptieproces.
En het is een bureaucratische, jarenlange romslomp. Het wordt ook heel treffend omschreven als een olifantsdracht. Agnes wil een kinderwens, maar dat gaat jaren overheen. En op het moment dat ze het kind kan ophalen in China, want Lima is Chinese, dan begint ze echt wat te twijfelen van, heb ik er nog wel zin in? En als ze Lima voor de allereerste keer ziet, dan is de allereerste reactie, are you sure? En dan, ik citeer, ik gedroeg me als een gorillawijfje in gevangenschap, dat me half begrijpt dat ze een jong heeft gebaard en niet weet wat ze ermee aan moet. De enige foto die Ewald heeft kunnen maken is die van een moeder van marmer met een baby van glas, tegen wil en dank, voor eeuwig tot elkaar veroordeeld. Ja, nou, die komt binnen. Agnes houdt gewoon niet van Lima. Ze houdt niet van dat kind. Maar ze gaat wel voor Lima zorgen. En ze gaat er wel haar best voor doen. En wat blijkt? Die liefde die ontstaat vanzelf. Door een bepaalde gebeurtenis met Lima beseft ze, ik hou echt van het kind. En dat is ook echt de kern van De Vondeling. Want het gaat namelijk over liefde waar je moeite voor moet doen. Liefde is niet iets vanzelfsprekend. De bloedband, de liefde tussen ouder en kind is niet iets wat normaal is. Heel knap hoe open en eerlijk Eva Maria Staal, want dat mag ik wel zeggen, want het is echt bijna geheel autobiografisch, zo open haar eigen gevoelens beschrijft. Dat ze gewoon durft toe te geven, ik heb niet van mijn eigen kind gehouden. Dat vind ik echt heel erg knap en moedig en dapper. Maar bovenal is het ook een boek dat heel snel en lekker wegleest. Zonder sentimenteel te worden. Ik kijk uit naar haar nieuwe roman. En ik hoop wel dat er geen 13 jaar meer overheen gaan. Want dat is echt niet nodig. Ze moet gewoon meteen, Eva, je moet gewoon lekker weer snel gaan schrijven. En ik hoop ook echt dat er nu een derde roman al in de maak is. De Vondeling. En het tweede boek dat ik ga bespreken is van Eva Maria Wagner. En met Eva heb ik ook een hele bijzondere en speciale band, want ik was namelijk de allereerste die haar mocht interviewen als schrijfster. Ik ging met haar in gesprek voor het programma Bart Bezoekt, ook terug te bekijken op mijn YouTube-kanaal à la Bart Producties. En het was een heel mooi, bijzonder gesprek over het verhaal achter, ja, het verhaal, het Tristan-akkoord, dat toen nog niet eens was uitgekomen. En dit is ook een heel mooi en persoonlijk boek. Het is een debuutroman. En in de eerste plaats wil ik mijn grote complimenten overbrengen aan Eva. Want ze heeft met het Tristan-akkoord werkelijk een huzarenstuk afgeleverd. Een heel knap staaltje werk. Hele mooie zinnen, prachtig proza. En dat te bedenken dat Nederlands niet haar moedertaal is. Want Eva Maria Wagner is namelijk geboren en getogen in Silesië. En Silesië, dat was in de Tweede Wereldoorlog en daarvoor was het Duits. Maar na de Tweede Wereldoorlog werd het Pools. En dat je dit kunt opschrijven, dat dwingt bij mij ontzettend veel respect af. En Silesië, het communistische Polen, is een deel van het decor van het boek. Maar het andere deel is Hilversum. En we maken kennis met de hoofdpersoon Evelien, afgekort Eve. En zij is altvioliste bij het Radio Philharmonisch Orkest in Hilversum. En het orkest is haar lust en haar leven en het is haar veilige basis. Het is haar alles, het is haar identiteit. Maar zij krijgt te horen dat zij hoogstwaarschijnlijk wordt wegbezuinigd. En zij stort volledig in. En een leven zonder muziek kan Evelien zich gewoon niet voorstellen. En het breekt een hele onzekere periode aan waarin ze als het ware wordt geconfronteerd met haar eigen identiteit. Maar die liefde voor muziek en die liefde voor de viool, dat was alles behalve vanzelfsprekend. Sterker nog, ze heeft haar viool in het begin gehaat. En nu zijn we in Silesië, in het communistische Polen. En dan lezen we over een 6-jarige Eveline die de viool als het ware opgedrongen kreeg. Liever was ze bezig met de Poolse taal. Ze vond de klanken prachtig en ze wilde veel gaan lezen en schrijven. Maar haar vader zei, absoluut niet in vragen. De Poolse taal is te beperkt. Je moet je focussen op de taal van de muziek. Want die is namelijk internationaal. En hoewel ze viool spelen in het begin echt afschuwelijk vond, kreeg haar vader gelijk. Want Evelien is getalenteerd. En zij speelde in grote orkesten en haar wereld werd letterlijk en figuurlijk verbreed. Ze ging spelen in Duitsland en eindigde dus in Hilversum bij het Radio Philharmonisch Orkest. Waar ze dus nu haar baan dreigt te verliezen. En zij besluit
haar oude passie weer op te pakken. Ik ga het van me afschrijven. En ze gaat schrijven over haar vader. En ze gaat schrijven van wie ben ik nou precies en wat is mij allemaal overkomen. En kan ik nog wel leven zonder muziek? En dan schrijft ze allemaal op. En we lezen over een volledig gecompliceerd gezin in Silesië, waar binnenshuis Duits werd gesproken en buitenshuis Pools. De Poolse identiteit en de Duitse identiteit, het waren twee complete scheidingslijnen. En we lezen over die vader, weer die vaderzoektocht, die officieel Duits was, Ernst heette, en een traumatische gebeurtenis meemaakte in Dresden in de nacht van 13 of 14 februari 1945. Ik zeg niet, dat moet je vooral lezen. Het is een gruwelijke gebeurtenis wat hem is overkomen. En ook dat heeft hem getraumatiseerd tot de persoon die hij is zoals hij is. En Evelien besluit haar eigen passie, wat ik net zei, op te gaan schrijven. Niet in het Duits, niet in het Pools, haar moedertaal. Maar dat gaat ze doen in het Nederlands. In het Nederlands. Komt-ie. En ik citeer. Nederlands voelt alsof ik voor de eerste keer verantwoordelijkheid neem. Al meer dan 40 jaar leef ik in de klankenwereld. Maar heel diep in mijn hart weet ik dat ik meer van verhalen dan van de muziek hou. Ik zou het nooit aan iemand toegeven. Muziek biedt me zekerheid. En toch, niets is gevaarlijker dan zekerheid als je verder wilt komen in je leven. De magie ontstaat nooit in je comfortzone. Niet in de kunst en niet in het leven zelf. Je moet risico's durven nemen. En dat is de essentie van het boek. Je moet gaan voor je passie. In dit geval Evelien's passie om te gaan schrijven. En ze gaat schrijven in het Nederlands. Ontzettend knap. En wat ook zo mooi is aan het boek is die twijfel die ze laat zien. Die onzekerheid die ze laat zien. Een bijzonder geslaagd romandebuut. En ik citeer schrijver Christian Weitz. Een muzikale roman die nog lang na blijft zingen in je hoofd en hart als een goed concert. Nou, ik had het niet beter kunnen omschrijven. Het is een akkoord van Eva Maria Wagner en Eva Maria Staal, de Vondeling. Een ware aanrader voor iedereen die houdt van prachtige, mooie zinnen, maar ook van een aangrijpend familieverhaal. Nou, dit was ja, de allerlaatste Bart's boekenvlog. Het voelt nu heel raar om nu te gaan afkondigen. Maar dat doe ik dus niet helemaal. Ik wil jullie in de eerste plaats van harte bedanken voor alle leuke reacties die ik heb gekregen. Ik heb het met heel veel plezier naar gekeken. En ik vond het ook heel erg leuk om deze vlogs op te nemen. Maar zoals ik al zei, ik kom nog terug met een prijsvraag. Oeh, spannend nogmaals. Want niet alleen deze twee boeken kun je winnen, want dat ga ik wat verklappen. Je kunt deze boeken winnen, maar ook de boeken. Dat zijn de boeken die ik heb besproken in de boekenvlog en die kun jij gaan winnen. Wat je daarvoor moet doen, dat ga ik volgende week uitleggen. Maar ik kan alvast wel zeggen dat je daarvoor alle vlogs moet hebben bekeken. Ik wens je een goede, maar vooral ook een hele gezonde week toe. En graag tot ziens.